Nou, daar zijn we. Mijn naam is Shema. En ik ben Anna. En we zoeken nu meneer Ramsaram. Ramsaram. Oké. Volgens mij zie ik hem daar al staan. Ja. Away, away. Zitten. Nou, hallo meneer. Ja. Ik ben Anna. Ik ben Swami Ramsaram. Ik ben Shema. Swami Ramsaram. Oké. We zijn nu in het wooncentrum en nu gaat hij ons een kleine rondleiding geven. En wat vragen gaan we stellen. En ik hoop dat je het leuk gaat vinden. En wat doet u precies? Ik ben hier coördinator van het inloopproject Lalarouk. Het is een project voor 55-plussers. En wat doet u precies? Nou, ik geef de leiding aan een groep vrijwilligers. Je ziet dat ze zijn allemaal bezig met schoenen, kaarten. En ze zijn een groep is nu gaan gymmen. Dus we doen een beetje aan bewegen. En wij doen hier ook een beetje aan de informatie geven over actuele onderwerpen, over gezondheid en dergelijke. Maar het gaat meer om dat deze mensen zijn eenzaam, alleen thuis. En nu komen ze hier en dan zie je leeftijdgenoten, lotgenoten met dezelfde problemen en zo. En dan praten ze lief en leed met elkaar delen. Het wordt een gezellig gevoel. We maken ook straks gaan we muziek maken. En de mensen lachen een beetje en zo. Wat betekent eigenlijk deze wooncentrum voor de stad? Het is heel uniek, deze wooncentrum, want het is multicultureel. Allerlei culturen zijn hier gehuisvest. En onze Hindoestaanse ouderen hebben ook de kans om hier in dit wooncentrum opgenomen te worden. Wilt u tegen ons zoenen? Ja. Is goed. Nou, we gaan nu een potje shoelen zo zitten. 2-2, samen spelen. 2-2. Nou, ze is wel goed hoor. Goed zo. 4. Oh, nog een keer. Mijn naam is Somai. En wat doet u precies? Dit is harmonica, ik speel harmonica. Sinterklaasje, dank u Sinterklaasje. Wacht even. Waar gaan we precies naartoe? We gaan kijken, een groep is nu aan het bewegen. Wat doen jullie eigenlijk? Bewegingsoefeningen, beenoefeningen nu. Zo te zien zitten ze hun benen uit te spreiden. Swami, waar gaan we nu naartoe eigenlijk? We gaan weer terug naar Lalarouk. We hebben eten klaargemaakt voor de dagverzorging. De keuken. En hoe heet dit nu? Kooseman met aardappel. Kooseman met aardappel. Hoeveel dagen per week komt u? 2 dagen. Wat vindt u van deze dagverzorging? Nou, goed hè. Ja? Leuk. Heel leuk. Ja. En hier zitten mensen te kaarten. Bij kaarten voor een gezelligheid hoor. Heel veel leden heeft die Lalarouk. Ongeveer 150 leden. Ik denk een van de grootste gemeenschap van Hindustanen. Dat is huiskamerproject Lalarouk en Saroj. Dus nu eerst een beetje eten. Bedankt. Graag gedaan. Ja, ik vind het heel leuk om te woord te staan over dit unieke woonzorgcentrum Maasveld. Dag, en dat was het weer voor vandaag. En actie, en nu lopen we naar buiten en dan zwaaien we weg. Dit was het en dag, en dit was Maasveld. Het was leuk.
Onze spullen.